Paalplaats schuift er door die beeld. Waarschijnlijk zal hij straks in de ploeg van Twente ingebracht worden. Als wissel. Drost. Goed schot van Epi Drost en een doelpunt. Epi Drost en wat Paalplaats. Paalplaats komt er niet meer in natuurlijk. Epi Drost scoort met dit geweldige schot van afstand. Twente vreselijk machteloos eigenlijk in de tweede helft. En dan ineens in het eerste gedeelte van de verlenging deze knal. Om in alle machteloosheid een einde te brengen door Epi Drost. Epi Drost die de laatste tijd weer goed in vorm is. En die al dat machteloze heeft aanschouwd. En dan besloot tot deze knal. Een kick van de val. Goeie paas op Theo Paalplaats. Ben Hendricks is er ook. En ja, stipwerk denk ik. Ja hoor. Arnold Muren neemt de strafschop. Terwijl Drost niet kijkt. Overweg niet kijkt. Die zit er geurig namelijk op de eigen speelhelft. En dit is 2-0 door Arnold Muren voor de FC Twente in het eerste gedeelte van de verlenging. Eigenlijk in de laatste minuut van het eerste gedeelte. Problemen heeft Twente na die 2-0 niet gekend. Paalplaats is aan de bal. Muren. Paalplaats. Jeuring, 3-0. Jeuring scoort. 3-0 voor de FC Twente. In de zesde minuut van het tweede gedeelte van de verlenging. Dan komt hier de FC Twente naar de tribune. Om daar de KNVB-beker in ontvangst te nemen. Met name Epi Drost zal dat doen. De man die de zaak zo'n beslissende wending gaf in deze wedstrijd. Hij zal de beker in ontvangst nemen uit handen van Prins Bernhard. Dat is niet aan gebeuren.